De kwaliteitsverbetercyclus begint met de verbetermeting 360. Dit is een digitale vragenlijst die 1 à 2 keer per jaar door alle betrokkenen wordt ingevuld. Dus niet alleen de zorgverleners vullen de vragenlijst in, maar iedereen in de organisatie. Cliënten, naasten, vrijwilligers, behandelaars, teamleiders en ga zo maar door. Zo ontstaat een compleet beeld van hoe de kwaliteit ervaren wordt in de organisatie en wat er beter kan. De verbetermeting 360 behandelt de 8 thema's van het kwaliteitskader. Er wordt aan alle betrokkenen gevraagd hoe zij deze thema's ervaren op hun afdeling. De vragen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Op een tablet op de afdeling, maar ook thuis op een computer. Als iemand zelf niet in staat is om de vragen te beantwoorden, doen we het samen, in gesprek. De vragen zijn per doelgroep apart geformuleerd, zodat iedereen zich persoonlijk benaderd voelt. Ze zijn eenvoudig te beantwoorden door te klikken op een van de smileys en er is overal ruimte voor toelichting. Jij en je collega's in je team kunnen de resultaten altijd real-time zien in het dashboard. Er staat concrete informatie in die je als team kan gebruiken om tot verbeteracties te komen in je dagelijkse werk. Tevens kan je deze informatie benutten voor het kwaliteitsplan. Wat gaat al heel goed? Wat zijn aandachtspunten voor de komende maanden? Wat vinden cliënten, naasten en je collega's het belangrijkste om te verbeteren? En waar denken ze verschillend over? Op het dashboard kan het team alle resultaten per doelgroep, team en thema apart bekijken en vergelijken. Zo gaan we altijd goed voorbereid de verbeterdialoog in.